dit zie ik als een doodsbedreiging. Ja, dat is het ook. Je bedreigt me met de dood. Ja. Wat hebben we hier? Ben jij de... Ja, Dilletje! Ja, la. Jezus. Jezus. Nee. Doei. Nee, Dylan. Yo, kijkers van Duffy Games. En leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe aflevering van die Hunger Games. Oftewel de Blitz Survival Games. We gaan vandaag lekker spelen in de map Kappa V2. En je mag misschien denken van Duffy, ben je alleen? Nee, jullie zien een skill naast me. Hij is er ook bij. Oh. Nu weet je dat je... Oh, ik heb tenminste leggings. Ha, we spelen... Twee. Zat je bij mij in de kist? Zaten de chain leggings in en gouden? Ja, ik heb de chain. Dan moet je het even straffen, jij. Hé, hey, joh. Hey, doe eens normaal. Ik heb mijn leggings niet eens aan, moet je nagaan, hè? Ik rek jou gewoon. Joh. Ik rek jou gewoon. Denk ik. Ik had mijn leggings niet eens aangedaan. Confirmed on video, Dylan is noob. Jemig, hé. Ik zie ook alles haperen, hè. Yes, ik heb Dylan weten te killen. Mijn leven is compleet. Dankjewel, Dylan. Deze video is nou de beste video van 2016. Oh. Wacht, heb ik eigenlijk al... Ik heb jou dit jaar al wel vaker gekillen. Maar goed, mensen, mocht je trouwens zin in hebben... En je vindt het toch een beetje zielig voor Dylan dat ik hem zo vies hard heb gerekt. Echt dat hij gewoon helemaal niks terug kon doen. Dat hij gewoon alle kanten in elkaar werd gebeukt. Dan kan je hem natuurlijk supporten met een like. Echt waar. Ik wou dat ik teleportmogelijkheden had. Jongen, dan had ik gewoon hier zo boven in het midden gaan hangen. En dan had ik je zo naar beneden laten vallen in het niks. Nou, dat vind ik grof, dit. Dit zie ik als een doodsbedreiging. Ja, dat is het ook. Je bedreigt me met de dood. Ja. Nou, daar kan je het weer mee doen. Dat noemt men dan vrienden. Spring is mis. Nou, jij gunt mij het ook gewoon echt. Jij gunt mij ook gewoon echt om dood te gaan. Even slaan. Ja, nee, ik als ik jou tegenkom, hè, in de volgende game. Dan. Ik zou maar rennen voor je leven als ik jou was. En ik heb ook gewoon één kill, dat is gewoon de belangrijkste. Oh, we hebben hier. Oh jee, maar wat een keer. Nou, als ik dood ga, maakt me niet eens zo heel veel uit, als ik heel eerlijk ben. Want ik heb jou gekilld, dat is belangrijk in dit geval. Kom op, kom op. Kom op, kom op. Dat scheelt niet veel. Dat scheelt inderdaad niet veel, maar goed, dat zie je natuurlijk ook wel meteen qua gearverschil. Hè? Dat merk je ook meteen qua hits en alles. Maar hey, een kill is een kill. Een kill is een kill. Lieten wij nog iets boeiends? Ik denk het niet. Wij kunnen door. Ik heb het beste gearsetje wat je kan krijgen zonder een blitzer te krijgen. So, I'm really, really happy about it. And now I will go to the span. For some enchants. Ja, en de blitzer komt er ook aan dus. Ja, over 1 minuut pas, hè. Even rustig aan. Nou, eer dat jij met jouw tempo daar bent. Noem je me nou dik? Ja, een beetje wel. Pas op, 2 man. Waar? Nee, ja, niet hier. Ja. We worden zo moe van Dylan. Maar zijn ze een team of zijn ze wat? Ja, nog 4 teams. Nee. Zijn hun aan het team of wat? Nee. Waarom zijn ze dan bij elkaar? Ik weet niet waar ze zijn. Ja, ze zijn letterlijk voor mijn neus. Maar ze zitten de hele tijd al 2 man echt letterlijk naast elkaar. Als een stelletje butt buddies. Ja, die zijn gewoon aan het teamen, joh. Pak ze. Ja, krijg toch de tering. De hoe? De tering. Kijk zie je. Oh, oké, neemt die zin. Wat heeft hij ingenomen? Geen idee. Ja. Dat is die andere. Help mij dan ook gewoon eens een keertje met iets. Oh, die andere heeft speed. Oh my god, for real. Waarom? Moet je nou in een no-kid mode, hè? En dan ook nog gaan... Kan ik ze aan, denk je? Jawel. Ik zou wel moeten. Fucking hell, zeg. Oké, kom op. Beetje rennen. Kom op, beetje hitten. Kom op. Dat zeg ik toch? Ze hebben zichzelf gewoon vernacheld door een die ander gewoon te hitten. En zwaar ook is gewoon gekeken. Hij is interesseert me geen moer. Hij is dood. Ik leef. Oh my god. Wauw. Dit is toch ongelooflijk, dit soort dingen. Dat gewoon nog steeds gebeurt. Nou ja. Ik leef, dat is het belangrijkste. Maar dit is niet chill. Hoezo niet? Nou, het is toch niet chill dat je tegen een team moet, terwijl ik trouwens ook zie dat ik snel een Iron Sword nog kan maken. Oh yes, Iron Sword is gemaakt. Snel een Shanty, kom op. Smite zit erop, dat is wat we willen, echt waar. Ja, dat snap ik. Die hebben we ook nog snel. Oké, dan, I'm done. I'm freaking done. Hoppatee, ik ga me helemaal niet eens een Shanty. Oké, ga ik... Ja, fuck it, gebruik gewoon dit wapen. Oké, dan. Voor de winst.
The first game. Nou, dat, als je dit niet wint, dan krijg ik een tientje van je. Ik moet jou sowieso betalen voor opnames, dus wat dat betreft. Oh, ik heb nog niks gehad. Wel. Niet? Kijk eens op je papaal. Nou. Hij heeft me gewoon niet eens gehit. 4 kills, dank je. En een win. Hoeveel coins krijg ik hiervoor? Ik krijg dan maar liefst 1366. En mensen, wijzen jullie gewoon lekker in de volgende game. Goed mensen, daar zijn we weer. Dit keer in een kid mode. En Dylan heeft als excuus. Mijn game lag zo hard, hè. Dus als Dylan snel doodgaat. Komt niet omdat hij slecht is. Maar dat komt omdat hij lag heeft. Ja, moet ik het opnemen voor je. Godverdomme. Mensen, Dylan gaat weer video's opnemen. Nee. Yes. Dylan gaat weer... Yes. Oh yes. Ik ga meteen abonneren. Niks zeker. Ik ga meteen abonneren. Niks zeker. Dus het kan zo zijn. Het kan zo zijn. Dus het kan zo zijn dat Dylan gewoon terug gaat komen op YouTube. En wat voor kanaal dan? Niet bij mij, collectieve gauw. Nee, dat bedoelde ik ook helemaal niet. Oh, je denkt je kan meteen promotie maken met video's. Dus eerst zeg ik Dylan komt terug, dan zegt hij nee misschien en dan vervolgens wil hij wel promotie hebben. Mensen, ik zie zo'n addertje onder het gras dit. Nou, misschien gebeurt er wel wat, misschien ook niet. Heb ik ook helemaal geen views meer als jij gaat uploaden. Neem je wow, allemaal kijkers ja, van me af. Ja, klopt. Dan komt iedereen bij mij kijken. Snap ik ook wel. Wat de fuck is dit nou weer? Er staat hier iemand gewoon... Nou, wat... Ik weet niet wat ik net heb gezien, maar het zal wel. Kom op, kom op. Niet wegrennen. Vecht met me. Want ik heb jouw broek nodig voor mijn kit. Of ik ben aan het laggen of de game lag. Wat is het? Dit is met kids. Oh. Wat heb je... Oh. Heb je niks te zeggen? Kit. Hey. Welke kit heb je? Night kit. Heb jij dat standaard ingesteld zo? Wat? Oh, dat zou ook nog wel eens kunnen. Oh, blazers. 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 Retour afzender. Wat zeg je? Retour afzender. Nou, wat jij wil, joh. Wat hebben we hier? Waar ben jij? Ik ga jou gewoon zoeken. Wat hebben we hier? Ja, Dilletje! Jolo! Jezus. Jezus. Nee, kom ook. Jij. Oh. Hier kom maar. Deze kill hoort voor mij te zijn. Hier komen. Dat no-cheeto. Oh. Oh, jij bent echt la, zo. La 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 la. Ik ben echt doei. Nee, Dylan. Als ik nu dood ga, interesseert me niet. Dylan, ik weet dat je nog in de kal zit. Je hebt alleen jezelf gemute, poepnoep. Wauw, hoe krijg je Dylan Madman's op deze manier? Gewoon door zwaar gerekt te worden door hem en dan gewoon met TNT te lopen kloten, omdraaien en één hit en je hebt hem down. Wauw, deze man. Dylan, je mag echt wel praten hoor. Echt waar. Dylan. Dylan. Hij gaat echt niks meer zeggen. Nou goed mensen, dan weet je ook weer hoe Dylan eigenlijk in het echt is. Dylan is helemaal niet aardig. Nee, dat is Dylan helemaal niet. Dylan is eigenlijk gewoon een klootzak. Dat je het even weet. Hij gaat zichzelf ook gewoon niet verdedigen. Nou, dat niet. Wees nou echt opgehangen. Nee, nog steeds niet. Oh, oh, oh. Wat is er een klein kind hè mensen. Ik weet gewoon nu dat Dylan gewoon niet met zo'n smel achter zijn pc zit, zo van klootzak. Nou ben ik weer. Wat, je was echt niet gewoon echt weg, je was gewoon gemute. Ja, ik was gewoon naar de wc gegaan. Echt? Ja. Oh, 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 oh. Godverdomme. Ben je toch ook een klein kind? Dat sloeg ook gewoon helemaal nergens op, hoor. Je bent gewoon goed gekild door mij. Nee, dat was niet goed gekild. Je had dood moeten zijn. Maar je was net zoals de mensen die jezelf haat, je ging gewoon keihard wegrennen met low HP. Nee, dat is niet haat, dat is gewoon slim, alleen het is irritant. En ja, ja nee. Dat ik gewoon die TNT blijf, jij vol die TNT blijft happen. Ja, daar nou, kan ik natuurlijk niks aan doen. Maar goed, zoals ik net ook al zei in de video, het maakt me niet uit of ik dood ga nu deze game. Want ja, weet je, ik heb jou op deze manier gekild, dat is gewoon instant win gewoon al. Dat is gewoon meer dan een win. Weet je, hier kan gewoon geen eens een win tegenop. Dus het maakt niet uit of ik nou dood ga, wat voor reden dan ook. Ja, ik ga dood. Ja, oh, dat zal vast. Oh, hier kan je natuurlijk niet enchanten, nou ja. Maar dat maakt me allemaal niet meer uit, Dylan. Het maakt me allemaal niet meer uit. Het is gewoon... Er staat iemand recht voor je, bij wijze van. Het is best wel een mooie keer.
Wat doet hij nou? Dan doet hij zijn keer uit. Ah! Dan heb je net Ahura mappen? Hij wou denk ik gaan enchanten ofzo. Maar... Nee, maar dat kan hier niet. Werden nu dus een keer weer aan, zie? Hij wel een nice gear. Dat wel. Hij wel. Ja, ik denk het wel. Hij zegt Div hier. Nee, dat mag niet, dat mag niet. Ik mag geen dingen van je aan. Dat valt onder teamen. Oh. Dat mag ik niet doen, sorry. Ik mag alleen Dylan skillen. Dat is het enige wat ik mag doen. Ik ga me hier wel in mengen, sorry. Spijt me enorm. Ik ga me er wel in mengen. Oh! En we krijgen een free kill van hem. Dankjewel bro, shoutout naar jou. Sorry voor de KS, maar ik wou die game winnen, want ik heb Dylan ook gekilled. Dankjewel. Ja, 3-way damage, ik haat het zelf, maar goed. 6 kills, een taunt kill, 968 coins en mensen, tot de volgende game. Goed mensen, aangekomen in game 3. Kijken natuurlijk of ik hier dan ook nog een win van kan maken. Dylan heeft dit keer een betere excuus, want meneer heeft zijn Minecraft opnieuw opgestart of ze weet ik veel wat. En nu heeft hij geen lijk meer, zegt hij. Hey. Dus zul je zien dat hij van nu ook nog doodgaat en dan ligt het weer aan wat anders. Maar dan weet je het even mensen. Zo. Agressie. Ja, zeker agressie, want jij gaat zeker weer lekker focussen op mij. Nee. Maar wat ben je aardig vandaag, Dylan. Ik ben toch beter, dat weten de mensen zelf ook wel. Oké, Dylan. Oké. En er zit er nog steeds één achter me aan, vanaf de spawn al. Terecht. Dat zijn mijn assassins die ik op... Oh, free kill. Hey! Nee, net was het nog. Ze zijn nog maar oprotten en nou weer free kill. Nee, de persoon die hem Dylan nu een free kill geeft, nooit meer doen. Oh, hij is gewoon geKS'd. Door wie nou word ik doodgemaakt door deze vent. Door wie, de Mime Turtle of door Roger? Roger. Ja. Jammer. Prima. Het is vandaag niet Dylan's dag dat Dylan de Blitz 5 Games moet spelen. Die dagen heb ik ook wel eens tussen zitten. Win ik ook helemaal niks. Maakt helemaal niet uit, Dylan. Nee, ik vind het gewoon echt fucked up. Ik kan er niks aan doen, grap. Ik kan alleen maar mijn best voor mezelf doen. En ja, dat is ook alles wat ik doe. Ik weet niet of dit overleven is. Ja, dus. Nice. Oké, dan. Gun je mij nu wel een win omdat je dood bent? Nee. Hoezo niet? Dan moet die NL Roger killen. Nee, hoeveel kills heeft die vent? Ah, maar die X-kill en die NL Roger die pakken kapot veel kills. Ja, die NL Roger, ik weet niet. Hoeveel keer heeft die? Zeker Full Island. Chain. Ik heb 3,5 ammo bar. Maar ik heb wel een gouden appel. Is die hier bij mij of wat? Wie is dat daar? Ja, dat is hem niet. Dat is iemand anders. Die skill pakt ook weer een kill, man. Hun hebben alle kills zo'n beetje. Mm-hmm. What the fuck? Ja, ik kan hier nu een kill nog oprapen als het mij gaat lukken, daar niet van. Ik had ook gelijk een taunt voor, kijk of het gaat lukken. En ook sinds nog een taunt kill. Ja, dus overleef ik waarschijnlijk niet. Als ik het toch nu al van jou hoor, maar goed, we doen ons best. Ik heb een gouden appel, dus hey. En ik heb een resistance bottle. Damn it. Ze zijn wel samen bij elkaar. Ze zijn aan het vechten. Really? Nice. Oké. Nou, ik zeg wat? Niks. Veel plezier. Ja, dankjewel. Hoe die dat ook al zegt, dan... Oh my god, is het erg? Ja, het is... Oh. En we zullen het zien. Hey, Critical. Welkom bij Critical Gaming. Ik ga snel sharpness halen, fuck it. Zou je? Zou ik niet doen. Ik zou nu rennen. Oké, dan. Hallo, Critical. Of nee, het is een skill. Wel een mooie keer, zeg je dat wel. Ja, die heeft die keer van die NL Roger. Roger. Oké, kom op. No. GG. There we go, 3 wins, 5 kills, een taunt kill en een win. Hoppakee, natuurlijk gaan we op een resistance bottom heen. Daar zijn die dingen nou eenmaal voor. Hoeveel coins krijgen we voor 1823? En mensen, wij bedanken jullie enorm voor het kijken naar deze aflevering van The Hunger Games. Mocht je het nou wel leuk hebben gevonden, vergeet niet eventjes om een like aan te klikken. Vergeet natuurlijk niet om op abonneren te klikken. Als je nieuw bent, laat ook gerust wat in de reacties achter. En we hopen jullie de volgende keer weer te zien in een nieuwe video. Later mensen. Doei.